Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo en dit kanaal gaat over comics en geeky dingen. En wat je hier ziet is de cadeauverpakking, Sinterklaasverpakking, dat lijkt me duidelijk, in een pakket wat net is binnengekomen. Wat is opgestuurd door mijn maatje Chacarino, want we zouden eigenlijk elkaar dit weekend gaan zien, maar ik ben ziek, dus dat ging niet door. En omdat ik een Samsung van hem mocht hebben die hij nog had liggen, want mijn telefoon is recent overleden, zei hij, ik stuur het je op en ik stop gelijk wat superhelden comics voor je bij. Dus laten we eens kijken wat er in het pakket zit. Oh, kijk. Kan je het zien? Ik heb ze verkeerd om, de doos. Maar dat geeft niet. Telefoon. Samsung Galaxy S8. Dus dat is heel fijn dat hij die nog over had. Chuck heeft net een nieuwe iPhone gescoord. Inclusief Quick Start Guide en andere benodigdheden. Kijk. Marvel Superhelden. We hadden eventjes telefonisch contact. En toen zei hij, welke mis je nog? Ik zei, nou, dat zal ik je even vertellen, Chuck. En dat zijn er aardig wat, want ik ben op dit moment vooral Spider-Man aan het verzamelen. En die is bijna compleet. Maar van superhelden mis ik er gewoon nog heel veel. Laten we even doornemen welke het zijn. Dit is tof. Ik vind Generatie X heel erg leuk. Cool. Marvel Superhelden is zo verschrikkelijk leuk om te lezen. Want je maakt kennis met allerlei superhelden uit het Marvel-universum. En soms zijn het lange verhalen die ze anders niet kwijt konden. X-Force. X-Mannen. Gelders. Oh, deze heeft hij er ook bij gedaan. Oh, dat is lief. Maar deze had ik al. Maar dat geeft niet. Die kan ik binnenkort dan meenemen. Oh, wacht eventjes. Ja. Ik snap al. Ik heb het verkeerd doorgegeven. Sorry, Jacques. Ik heb het verkeerd doorgegeven. Deze had ik toch al. Maar dat geeft niet. Want ik heb binnenkort een meeting met Koen, Jerome en Kikker. En dan kan ik die meenemen voor de liefhebber. Gaaf. Moet je kijken, deze cover vind ik zo prachtig. Het is zo'n mooie tekening van John Romita Sr. Spider-Man en de New Mutants. Oh, deze is ook prachtig. Het is een cover getekend door Al Milgrom. Het is een Marvel team-up. Moet je kijken. Dit is echt een van mijn favoriete covers is dit gewoon. Ik vind het echt fantastisch hoe die eruit ziet. Gelders en het beest. Natuurlijk een klassieke Spider-Man verhaal, maar daarover een andere keer. Het staat ook in Mijn Vriend Spider-Man trouwens. En Spider-Man en de Weerwolf. Shroud en Mockingbird. En dan reclame voor Blade Runner. Hoe cool is dat? Met onze eigen Rutger Hauer. En voor Michael van Maaike. Het Sinterklaas cadeau. Gaan we ook even bekijken. Tof, Chuck. Dankjewel alvast. Heel erg blij mee. Voor de duidelijkheid, Maaike is de vriendin van Chacarino, maar ook de beschermvrouwe van onze podcast Retro Smash. Het lijkt wel een stripalbum. Oh, Kingdom Come. Eén van vier van Black Label. En dat is natuurlijk waarschijnlijk de Nederlandse editie. Ja, van Dark Dragon Books. Nou, dat is wel gaaf, want het is getekend en geschilderd door Alex Ross. Dus dat is wel tof. Maar we hebben dus nog drie delen te gaan. Laat jij even wat zien.
hoor. Een beetje last van het licht. Maar dat zijn jullie wel gewend, denk ik, zo langzamerhand. Van die gladde pagina's. Kijk. Wonder Woman vliegt naar je toe deze zomer. Zou een goed promotiedame zijn voor Veronica. Dankjewel, Maaike. Heel erg mooi. En Sinterklaas is dus vroeg dit jaar. Want dit is mijn eerste Sinterklaas cadeau. Zo, dan ga ik zo meteen eens kijken of ik de telefoon aan de praat kan krijgen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Subscribe, like als je dit leuk vindt. Deel het eventueel als je nog Junior Press fans weet op Facebook of ergens anders. En ik zou zeggen, op naar een volgende vlog.